Marleen en is ook schitterend zachtje met voltooid verleden tijd. We gaan er heel even tussenuit om meer hoogtepunten voor je op te zoeken. Maar we zijn snel weer terug. Tot zo. Hou het thuis veilig. Laat gas en elektra over aan de vakman. Kijk voor meer informatie over gezond en veilig wonen op www.vrom.nl. Nederland is klein. Denk groot. De DVD van het jaar. Het beste van de Vrienden van Amstel Live in Ahoy. Akta en de Munnik. Bluff. Van Amstel Live, nu op DVD. En nu weer tijd voor jezelf. Tijd voor Bar Le Duc. Het is hoog tijd voor de Joyride. Het is zo fijn. Joy! Het is een en al gein. Alle dagen in mijn leven moeten zo zijn. Joy! Je mag me stationwagen van het jaar noemen. En bestelauto van het jaar. Stadsauto van het jaar. Maar noem me vooral auto van het jaar. De nieuwe Fiat Panda. Auto van het jaar 2004. Don't call me baby. Ouders van Nederland, tanderosie is een groot probleem. Nu is er Joy. Joy is tandvriendelijk. Kijk op tandvriendelijk.nl. Kan ik nu weer gaan skateboarden? Hoeveel lef is er voor nodig om je comeback te maken als je ooit aan de top stond? Dat was mode. In die tijd moest je zulk haar hebben en zo'n baard. Als je dat namelijk niet had, telde je niet mee. Zoals Gerry Kneteman, die door een ernstig ongeluk nooit meer dacht te kunnen fietsen. Dus die dokter zegt eigenlijk dat ik nog fietsen. Hij zegt nou, rekende me niet op. Sportmensen en artiesten vertellen hun verhaal. De 10 meest opvallende comebacks aller tijden. Maandag om 8:30. En je bent weer terug bij de Vrienden van Amstel Live, waarin we vanavond van het ene naar het andere hoogtepunt schakelen. Wat dacht je van deze spetterende uitvoering van Stil in Mei? Hier is Van Dikhout.